Olly, nee. Olly, knopjes met de leren. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en we zijn nog steeds in Ibiza. Even in de lading. We gaan vandaag lekker naar het strand. Het is onze laatste dag hier. Morgen vliegen we weer naar Nederland. Hij is niet uitgevallen. En ik ga jullie wel gezellig alles laten zien. Oké, ik heb mezelf even gefascineerd. Ik heb het challenge van Fendi niet gedaan. Dit jurkje. En die nieuwe bikini van de Zara. En we gaan nu naar de beach. Oh, wat lief. Dus die doe jij. Kan jij die zelf al dicht doen, Coco? Ja. Oh, wat goed. Olly. Olly. Anders kan ik het niet. Olly. Olly. Olly, nee. Olly, knopjes met de dicht. Wij zijn aangekomen op het strand. Ik zit hier zo lekker. De kinderen zijn even naar de kidsclub gegaan. En kijk, ik wil alles opeten. Ik moet alleen hebben mayo. Oh, hier. Zo lekker, hè? Het eten hier is echt, als jullie in de pizza zijn, de pizza. Oh. Jongens, het ziet er zo lekker uit. Zo lekker. Olly, ben je een mooi zandkasteel aan het maken? Ja. Is die voor mij? Nee. Voor wie ben je die dan aan het maken? Ben je een soepje aan het maken? We zijn bij de kidsclub en Coco is net geschilderd. Hey! Zo mooi! En Kato ook. Hi! En nu is mijn allerliefste prinsesje aan de beurt. Ja. Coco? She says, what are you doing? Ja, ik wil niet spullen. What are you doing to me? Wauw, dit is zo mooi. Oh wauw, Olivia. Je bent zo mooi. Kijk eens hierheen. Ben ik klaar? Hallo. Nee, je bent nog niet klaar. Oh, die is klaar. Nu gaan we tekenen. Coco ook. Wij zitten dus nog lekker op het strand. En zo jammer dat we morgen naar huis gaan. Het was zo... lekker afgelopen dagen. Ik ben echt afgelopen dagen in huis aan het komen. En dan ga je altijd naar huis. Maar goed, ik heb heel veel zin om naar huis te gaan natuurlijk ook vanwege Moar Baby en Sander en Bibi. Bibi heeft net te horen gekregen dat ze naar 2 VWO gaat. Dus we zijn echt super trots op haar. Dus dat is ook heel erg leuk. En Olly heeft ze natuurlijk heel erg gemist. Dus ja. Zo nog even lekker zwemmen en eten. En dan... gaan we naar het huis en we vanavond een vlog maken van het huis. Dus dat is ook leuk. Hey guys, we zijn weer terug van het strand. En ik heb even snel gedoucht, Olly naar bed gebracht. En we gaan vanavond echt iets superleuks doen op onze laatste avond. We gaan namelijk bij het zwembad bij ons huis gaan we een film kijken. Dit is toch echt meer goals dan dit wordt het leven gewoon niet. Ik heb een popcornmachine, zakken popcorn, echt alles erop en eraan. Good morning guys! Zo'n bakje met ei op. Oh top! Wat heb je voor iets moois daar? Schommelen. Schommelen? Ja. Oké, dus ik ben wakker, koffer aan het inpakken, alles uit het huis aan het verzamelen liggen. Overal, dat is gewoon. En then we're off to the airport. Nou guys, we zijn op het vliegveld aangekomen. Kijk hoeveel spullen we allemaal bij ons hebben. En de kinderen zijn echt super gezellig. Bloedheet, tassen zijn zwaar. We pakken even om. We zijn er bijna. We hebben zoveel spullen allemaal. Mama! Ja, wij gaan naar huis. En dan gaan we lekker naar Amsterdam. Naar de baby van Mobo gaan we. Nee, niet vliegen. Wel vliegen. Leuk, baby's. Ja, we lopen naar de baby kijken. Mag Olly bij jou op schoot zitten even? Ja. Mag ik even op schoot zitten? Ah, oh, kijk nou. Dat is leuk. Dit is gezellig. Hier
slapen tijdens de woestijn. Dus zo lekker meteen naar Monica en Lars en Sarah. Hey guys, ik ben geland en Sander en Bibi hebben we opgehaald. They are back in the vlog. Helemaal Bibi hebben jullie. Nou, jullie hebben Bibi bij de takeover gezien. There she is again. En we gaan nu natuurlijk direct naar Vinkeveen, naar Monica en Lars. Daar ga ik niet vloggen, want ja, dat is natuurlijk... Ja, we gaan naar je grote vriend Lars. Want ja, dat is natuurlijk... Zonder morgen gaan we met Debbie Luna ontbijten, guys. En Diego komt ook mee. Oké, okay, gezellig. Meester heeft kans op Debbie Luna. Okay, cool. Mason is er misschien ook wel. Ja. Dus dat gaan we nu doen. En ja, vakantie was super leuk. Maar het is Nederland ook super lekker weer. Dat is echt fijn. Ja, heerlijk. Niet in zo'n depressief regenachtig gebeuren terug. Ja, en blijft ook, hè? Blijft ook lekker, ja. Zag het. Ja, dus Olivia zal Coco en Cato wel heel erg gaan missen. Die hebben ook elke dag slaapliedjes gezongen en ze hebben zo leuk met elkaar gespeeld. Goed. Wij gaan daarin rijden. En we gaan lekker allemaal eten meenemen wat Mo tijdens de zwangerschap niet moet eten. Dus ik ben heel benieuwd. Hey guys, good morning. Het is zondagochtend en ik had gisteren niet meer gevlogd bij Mo en Lars en Mini. We zijn wakker. We gaan nu lekker ontbijten met Kay en Diego en baby Lua. Molly ziet er leuk uit. Papa, ja, schatje. Wat heb je een super mooi tasje bij je. Mooi, hè? Ja. Echt super tof, ja. Ik ga de eerste auto rijden. Morning. Morning. Oké, guys, let's go. Molly krijgt een cadeautje. Oh mijn god, dit is leuk. Waar heb je dit vandaan? Ja, dit heb ik heel lang geleden een kort gehad op en Lua is ook. Ja. Maar ik kan hem niet meer vinden, maar hij is ergens. Olly, vind je het mooi? Ja. Wat krijg je nou nog meer? Bokje. Van wie? Hier is. Wie staat daarin? De Elsa. De Elsa. Oh, wat een mooi bordje is dat Olly's bordje. Ja. Meegenomen. Wat is het? Dat is leuk. Ja, die was je vergeten. Die wauw! Maar we doen gewoon net of het allemaal nieuw is. Heb je nog meer cadeautjes? Ja! Oh. Koffie! Koffie! Oh. Wat is dat? Oh nee! Ik heb hem hier. Ook van Elsa, hè? Ons eetgister Olly neemt een croissantje bij die AC-bos. Wij zijn weer thuis van het ontbijten met Kate en Diego en Lua. Het was echt super leuk om Lua weer te zien. En ja, nu moet ik dus alle holiday shit gaan uitpakken. Mijn kast gaan opruimen. Dit is wat ik vandaag aan heb. Dit groene pak. Scherp. Het is best wel warm buiten. En ik heb bijzonder weinig zin om op te ruimen. Maar van uitstel komt afstel. Als ik het nu niet ga doen, ligt het er allemaal volgende week nog. En dan wil ik niet dat ik morgen naar kantoor en productief zijn. En ik heb best wel een drukke week met afspraken en dingetjes. Het is beter dat ik nu even mijn hele huis organise. En dat ik dan morgen weer vol kan knallen. Ik ga voor heel veel kleding weg. Ik ga vuilniszakken pakken. Allemaal kleding zat. Ik wilde dus eigenlijk vandaag een class sale doen, maar dat is niet gelukt. Ook veel van jullie zijn op vakantie. Maar ik denk dat we even met z'n allen een nieuwe datum moeten gaan prikken. En dan na de zomer, ik weet niet wat jullie een goede suggestie vinden, laat maar even hieronder achter. En dan ga ik gewoon echt een XXL crazy class sale doen. Dus wel goed denk als ik nu begin met dat voorbereiden. Dat iedereen het gewoon echt kan blokken in zijn agenda, eventueel vrij kan vragen. Ik alles kan regelen. Want het zijn echt heel veel spullen. Ja. Weet je wat we doen? Om, als jullie onder deze vlog een beetje een richtdatum achterlaten. Wat leuk zou zijn. Misschien is het leuk voor het nieuwe schooljaar. Dan ga ik het blok in mijn agenda. Een locatie zoeken.
En dan ga ik in de volgende vlog, dus deze woensdag, ga ik in zondag de datum definitief vertellen. En dan ga ik het gewoon echt meteen regelen. Dat is een goede, goed idee, denk ik. Ja, ik wilde verder nog iets zeggen. En vandaag zou de pre-order online komen van Superga. Die is iets vertraagd. Ik krijg echt superveel DM's en berichten de hele tijd. Dat mensen willen weten waar het is. Maar het komt morgen of overmorgen. Dus als deze blog online staat, is de pre-order er. Ik zal het hieronder posten. Jullie moeten snel zijn, want zoveel is er geloof ik niet. Ja, dat zit. Het is een paar uur later. Zo lui. Ik ben niet vooruit branden gewoon. Bijna allemaal was gedaan. Sander is voetbal aan het kijken. Ik heb kaas. Ja, ik moet bijna klaar met mijn koffers en mijn kaas. We hebben lekker vet eten besteld. Kijk, echt al 4 dagen eten. Ik alleen maar snoep en pizza en slechte dingen. Ik ga vanaf morgen weer een beetje gezond eten. En dan ga ik denk echt vandaag om, weet ik veel, 10 uur naar bed of zo. Een beetje op tijd slapen. Ik zou nu al wel kunnen slapen, denk ik, oprecht. Good morning! Het is maandagochtend en ik heb lekker 10 uur geslapen. En helemaal klaar voor een nieuwe dag. Ik ga naar kantoor en super veel te doen. Ik ga proberen te stoppen met roken. Dus vanaf heden rook ik niet meer, I guess. Ja, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. En ja, deze kleine vriendin is wakker. Heeft ook lekker geslapen. Zullen we jou leuk aankleden voor oma? Ga je de baby naar school brengen? Ja. Oké. Okay. Nou guys, mijn kast is weer intact. En dit is wat ik aan heb vandaag. Ik ga gewoon naar kantoor, dus ik ben best wel casual. Ik heb mijn Superga's aan. Deze draag ik het meest. Met die satijnen linten. En ik heb deze Tommy short aan. En een trui van John Mayer. Van... staat er op New Light van dat nieuwe nummer. Ik heb geen make-up op. Want het is een office day. En deze ringen. Die ik in Spanje heb gekocht. Dit was dus nog een sample. Inmiddels komen ze volgens mij volgende week uit. Ik zal de link hieronder zetten als je op de wachtlijst wilt. Van die palmboom choker. Maar ik heb me nu een maand om in de zee gedoucht. Hij is niet eens 1 tikje verkleurd. Hij is echt zo'n goede kwaliteit. Dus daar ben ik heel blij mee. Oké, ik ga nog 1 koffietje doen. Ga ik mijn nagels laten doen. Die zien er niet uit. Ik heb morgen première. En kijk, mijn telefoon. Ik ga mijn telefoon denk ik meteen even wegbrengen. Check hoe lelijk. Is gevallen in die pizza. Dus ja, die ga ik even wegbrengen. En dan denk ik dat als ik die wegbreng, dat ik mijn nagels ga laten doen. Dan heb ik even alles in 1 keer. Zoiets. Oké, okay. Let's go. Oké, dit was echt een fail. Ik dacht dus ik ga mijn nagels laten doen. Dus ik naar Universal wachten. Ik heb daar letterlijk 1.5 uur gezeten. En toen waren er nog steeds 3 wachtende voor me. Dus. Dat was een fail. Ik ben in kantoor aangekomen. En eindelijk weer goed nieuws. Jullie gaan hier heel blij mee zijn. Hebben we veel binnengekregen of niet? Ja. Dus men kan bestellen. Ja. Oké. Honderden DM's en comments, maar kijk wat eindelijk back in stock is. De koi necklace! Ik zet hieronder een linkje naar de webshop, dan kunnen jullie weer bestellen. Dit is echt de meest gestelde vraag. Ik kan weer terugkijken. Wij zijn Monika's bevallingsvlog aan het kijken. Dat is natuurlijk wel gewoon zijn trainingskamp en ja, het is een nieuw team, dus ik vind het ook wel gewoon belangrijk. En guys, ik bedenk me dat deze vlog een beetje chaotisch gaat worden, want ik was natuurlijk al in Ibiza begonnen met vloggen. Toen ging ik naar huis, naar Mode Baby. Toen was ik thuis. En toen was ik op kantoor. Dus ik denk dat het tijd is om het af te sluiten. Het is ook al maandag. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En de volgende vlog is weer vanuit Amsterdam. Gezellig. Dus ik zie jullie zondag weer.